Het is niet aan te nemen dat er zo'n lawine van toeristen naar ons land kwam om het volmaakt te zien regenen. Maar het had er veel van. De kooplieden met bloemslingers stonden soppend in hun schoenen en nat tot op het hemd hun kleurige waar aan te bieden aan toeristen die maar even de neus uit de auto hoefden te steken om ook soppend in hun schoenen en nat tot op het hemd, maar wel versierd, nieuwe regenhozen tegemoet te rijden. De auto's reden in files achter elkaar door de bollenstreek tussen Haarlem en Leiden, die niet de enige bollenstreek is, want ook in de buurt van het Noord-Hollandse Anna Paulona zijn kwekers. En hun velden zijn eveneens verzadigd van bonte kleuren. De kwekers hebben er plezier in zich uit te leven in het versieren van hun erf. Het zal hun niet onwelgevallig zijn om ook iets van de stroom van toeristen langs de wegen in hun gemeenten te krijgen. Het is een aardig werk, het maken van deze bloemversieringen en mozaïeken. En het is aardig werk om er een foto van te maken. De motieven van de versieringen hebben zich aangepast aan de moderne tijd. Ook in de kop van Noord-Holland zijn bolbloemen en men houdt ervan versieren. Als het nu op hoogtijdagen ook eens een keer mooi weer was, zouden we er misschien wel allemaal naartoe gaan. Dit keer hebben wij het nog maar voor u gedaan.